De stichting Buurtwerk Latour Stibula zet zich reeds geruime tijd in voor de ontwikkeling van mens en samenleving. Een manier waarop dit gedaan is, is met de opening van een bibliotheek in het buurthuis. Op donderdag 4 april vond de officiële overdracht plaats van de gerenoveerde bibliotheek. We zijn een tijdje dicht geweest als het gaat om het ruilen van boeken. We hebben onze leesactiviteiten op een low level gebracht, omdat we dan heel druk bezig waren met de scholen. Scholen voorzien van boeken die we allemaal kregen. De meeste scholen hebben tegenwoordig een mediatheek. En dat heeft gemaakt dus dat de komst naar het centrum om boeken uit te lenen iets minder is geweest. En dan waren we een tijdje inderdaad dicht, ook omdat die renovatie zou plaatsvinden. En dan hebben wij ervoor gezorgd dus dat met de activiteit die we vandaag hebben, dat we het lezen anders gaan aanpakken. De officiële overdracht van onze bibliotheek zal plaatsvinden nadat de Lions van Paramaribo West de nood heeft gezien en gezegd heeft van hey, wij willen jullie ondersteunen. We hebben zij dat voor ons voorzien van een nieuw schilderlaag, de ramen in orde gemaakt. Eigenlijk zeg ik ook een beetje leeskindvriendelijk gemaakt. En die overdracht zullen ze doen. Alle mensen van Latour en omgeving mogen gebruik maken van de bibliotheek. Vooral de schoolgaanden in de omgeving zijn welkom. Want het accent nu zal voornamelijk gelegd worden om zoveel mogelijk literatuurwerken te hebben in onze bibliotheek die de schoolkinderen gebruiken. U weet, derde klassers moeten lezen. Op de middelbare school moeten boeken hebben om te lezen. En dat willen we nu echt gaan zetten binnen onze collectie. Zodat de jongeren, de kinderen van Latour, zeg maar Paramaribo-Zuid, niet helemaal naar de stad hoeven te gaan. Dus straks gaan we nog een campagne hebben om boeken te verzamelen. In principe nog eens een keer, iedereen die van lezen houdt en anderen wil stimuleren om te lezen, zijn van harte welkom in onze bibliotheek. Je zal sowieso lid moeten zijn. Je gaat je moeten inschrijven. Je zal een contributie moeten betalen. Je gaat de inschrijfgeld moeten betalen. We gaan waarschijnlijk ook je ID-kaart vragen voor zover je het hebt. Pasfoto's komen aan te pas. Omdat gebleken is dat vaak genoeg als mensen je boek hebben geleend, en dan moet ik eerlijk zijn, zijn ze slordig. En dan komen de boeken niet terug. En willen mensen de boete niet betalen ook. Dus we gaan dit keer een beetje strenger zijn op het uitlenen van onze boeken. Maar ook weer erop toezien dat de boeken weer netjes terugkomen. En je zal dus die registratie moeten doen. We gaan alle gegevens van je vastleggen. En we hopen nooit dat wij het moeten publiceren van dat, kijk, Koster heeft zijn boeken niet ingeleverd. We zijn nog niet uit de kosten, laat me dat zo zeggen. Ik weet dat we vroeger 50 cent vroegen en een gulden. Maar dat gaat tegenwoordig niet meer. Dus we zijn nog daarmee bezig, omdat we ook willen voorkomen dat het betalen of het doen van je contributie een drempel moet gaan worden. Dus dat willen we absoluut niet. Dus daar zijn we nog niet uit. Een van de dingen is dat we ook moeten gaan kijken, het zijn studenten die zullen komen. Hoe ga je ermee om? Hè? Dus je kan iets gaan bedenken dat studenten misschien minder betalen en de werkenden iets meer. Weet je, de grote dek voor de kleine. Dus dat soort dingen moeten nog plaatsvinden. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat we geen leescultuur hebben. Dus ik wil het niet zozeer alleen laten voor de jongeren. Want jongeren gaan lezen als ouderen ook lezen. Als ouderen de hele dag bezig zijn met hun iPhone of iPad of internet of hoe dat ding heet, gaan de kinderen dat doen. Vandaar dat we ouders vragen om vanaf jongs af te lezen met hun kinderen. Het lezen moet je gaan stimuleren. Het lezen komt niet vanzelf, want lezen is saai. Ik kijk liever naar de film toch en heb ik alles onthouden. Lezen is soms saai en we zijn geen leesvolk. Weet je, we hebben het van jere horen, hè?
Dus sowieso wil ik van hieruit vooral de ouderen oproepen om boeken te komen lenen om met hun kinderen te lezen. En dat daardoor je ook de kinderen stimuleert, de jongeren stimuleert om een boek te pakken. Tegenwoordig kan je het ook op internet, hoe roepen ze die e-book, nou, of hoe het allemaal heet. Ik ben niet zo geweldig en gewichtig en al dat soort termen. Maar ik weet dus dat mensen makkelijk nu een boek kunnen pakken vanuit het internet en gaan lezen. Maar een boek houden in je hand en voor te lezen voor kinderen en napraten over een boek is fantastisch. Het geeft het kind een bepaalde fantasie, die gaat ze verder uitbeelden. Een bepaalde denkbeeld wordt gevormd. Kortom, ik denk dat als je met je kind kan gaan lezen, je het kind fantasierijker maakt. En ik wil niet alleen maar jongeren oproepen om te komen, maar gewoon de volwassenen, de ouders, iedereen. Het zij in jouw buurt waar je ook bent, pak een boek en lees. Want door te lezen worden we ook wijzer. De Stibula Bibliotheek is vooralsnog 2 dagen per week geopend voor publiek, te weten op de dinsdag en donderdag van 4 uur 's middags tot 7 uur in de avond. Volgens onderzoek gedaan door het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing, NCCR, is gebleken dat de districten onvoldoende voorbereid zijn op rampen. In dit kader heeft het NCCR in samenwerking met internationale partners een training georganiseerd dat gericht is op de decentralisatie van de capaciteiten om te kunnen optreden bij rampen. Wat wij hebben gedaan is, omdat de rampenorganisatie in Suriname is opgezet op grond van de bestuursorganisatie in Suriname, hebben wij dus ervoor gekozen om alle 18 districtscommissarissen met een team te trainen om in hun district zich voor te bereiden op als er een ramp plaatsvindt, wat moeten ze doen, hoe moeten ze optreden. Wat is de correlatie met NCCR? En uiteraard zullen al deze 18 districtscommissarissen met hun team een rampenplan moeten schrijven voor hun, het zij of bestuursresort of district. En die training wordt dus nu gegeven aan de diverse districten, de districtsbestuursresorten, et cetera. De focus van de training is dus dat wij een organisatie, gedecentraliseerde organisatie, opzetten. Dat op het niveau van de districtscommissariaten er een organisatie ontstaat die in tijden van calamiteiten of rampen weten hoe ze moeten optreden en hoe ze moeten organiseren, dat de ramp goed wordt aangepakt en vanaf het begin goed wordt opgetreden, zodat dus de negatieve gevolgen van de ramp in elk geval zoveel verminderen. En het is dus, dat is de reden waarom we dus deze trainingen houden. Maar ook om een stukje awareness te brengen bij de diverse mensen. Vaak heeft men het gevoel dat er niets gaat gebeuren in hun resort. Omdat NCCR er is, dat zal alles is dan in orde, want dat is wat je vaak hoort. Maar uiteraard, NCCR is maar 1 organisatie en Suriname heeft in totaal, geloof ik, 64 resorten. Dus je zult begrijpen dat al deze resorten een plan moeten hebben om hoe gaan we met onze mensen omgaan, wat gaan we doen om de gevolgen, de negatieve gevolgen van welke calamiteit dan ook, op een correcte wijze te kunnen kanaliseren en te kunnen opvangen. We zijn hier uitgenodigd door NCCR om geïnformeerd te worden over de plannen die de organisatie heeft als het gaat om rampenbeheersing voor heel Suriname. En ons resort was dus vandaag aan de beurt om geïnformeerd te worden van de manier van aanpak vanuit NCCR. En zeker ook de betrokkenheid van de districtscommissarissen en de resorten aan dat hele rampbeheersingsplan. Mensen wonen overal, ook in mijn resort. Want vaak genoeg, wanneer het gaat om rampen, dan denken we aan de gebieden als Paramaribo, Wanica en zo. Maar in onze gebieden zijn er ook mensen, daar zijn er ook huizen, daar zijn er ook bomen, daar zijn er rivieren. U begrijpt het. Dus
het risico dat zich daar een ramp voordoet, is ook in het gebied van ons. Dus ja, het is meer als belangrijk dat wij betrokken worden in het geheel. We hebben mensen die zijn aangewezen door de DC om die training te volgen. En dat zijn dus de hands-on mensen. Dat zijn de mensen die dus in de dagelijkse praktijk te maken hebben met de diverse communities. Dus de, hoe heet het? Zijn van de diverse communities. En een tweede sessie, dat is de sessie die ik hou, is voor de DC met een rampencomité. En we hopen dus dat de districtscommissaris een rampencomité de personen aanwijst, zodat wij een rampencomité kunnen installeren. En dit rampencomité die zal ervoor zorgen dat het rampenplan van het bestuursresort of van het district wordt gemaakt. Wij van NCCR hebben niet zulke goede ervaringen met de eerdere districten die we hebben gehad met betrekking tot het schrijven van het rampenplan. Dus wat wij proberen te doen is, we hebben nu 2 mensen specifiek in dienst genomen. Deze mensen worden ook betaald uit het project, dus door de UNDP. En wat wij dus daarnaast hebben, is dat deze 2 mensen dan het rampenplan gaan schrijven. Dus de ervaring en de kennis, et cetera, dat wordt dan door de districten zelf ingebracht. En de 2 schrijvers van de plannen, die zullen ervoor zorgen dat aan het eind van ons traject er een rampenplannen zijn geschreven voor alle districten. En die vormen dan gezamenlijk het Nationaal Rampenplan. Afhankelijk van het bestuursresort of district hebben de participanten zelf aangegeven welke gevaren het meest in hun district voorkomen. In sommige van de districten, in een heleboel van de districten, komt wateroverlast of overstromingen als een van de grootste hazards naar voren. En de mensen worden dus getraind om wat moeten we doen als er plotseling een watersnood is. Dan moeten we identificeren waar gaan we onze mensen onderbrengen als de mensen uit hun huizen moeten gaan. Hoe gaat de beveiliging plaatsvinden van de goederen die we daar zo hebben, et cetera, et cetera. Dus dit alles komt dan in een plan. Maar ook alle andere hazards vanaf brand tot chemische, als er chemische spills zouden mogen plaatsvinden. Staatsolie is nu bezig met een nearshore operatie. En we hebben 6 districten die aan zee grenzen. Dus als er een oil spill plaatsvindt, welke districten kunnen getroffen worden en hoe gaan wij ons voorbereiden daarop? Er is een heel scala aan gevaren die er mogelijk zijn, die geïdentificeerd zijn door de diverse districtscommissariaten en hun staf. En waar wij als organisatie ons voorbereiden op wat zijn de first response, dus wat doen wij als eerste. En dat is een first response van de districtscommissariaten zelf. En daarna, als de ramp groter is dan de mensen zelf kunnen handelen, dan gaat NCCR bij opschaling erbij komen. Boven Suriname heeft in 2006 dat van die water overstroming, die grote overstroming, daar heeft boven Suriname mee te kampen gehad. Ja, en voor dit moment denk ik dat dat de grootste ramp is die ons is overkomen. Bij de afsluiting van de trainingen kreeg elk commissariaat een pakket met belangrijke spullen overhandigd door het NCCR. Kolonel Sleinhaard geeft aan wat de gedachtegang hierachter is. Een bestendig gebruik van ons is geweest dat wij de districtscommissariaten, of laat maar zeggen de districtscommissarissen, vaak genoeg zo een medicijnbox hebben overhandigd. Zo een EHBO-trommel. Waarbij wij weten dat dit een van de zaken is die in principe in elk commissariaat thuis horen. Toch? En for that matter in elke bureau of in elk, elke fabrieksgebouw, et cetera. Sommige fabrieken hebben het wel, sommige bureaus hebben het wel, maar andere niet. Wij wilden dus wel de aanzet geven dat in elk geval in de districtscommissariaten dit wel aanwezig was. Dus die overhandiging hebben we dus gedaan. We hebben stretchers overhandigd. Dat is om mensen die getroffen zijn geworden door wat voor ongeluk dan ook te kunnen transporteren. Dus dan beschikt men dus daarover. En we hebben wat we noemen zwemgordels, reddingsgordels hebben we overhandigd. Reddingsgordels, omdat het
belangrijk is voor ons dat vooral de plaatsen waar er vooral mensen met boten zich via de boot of via kreken, rivieren moeten verplaatsen om hun bestemming te bereiken. En vooral de focus gericht op schoolkinderen die dus met de schoolboot van hun dorpje naar de school moeten gaan en terug. Dat we een stukje meer veiligheid brengen voor deze mensen. En die reddingsgordels die zijn boven de zwemvesten. Vinden wij dat die reddingsgordels in de boten aanwezig moeten zijn. Omdat je aan één reddingsgordel kunnen er 4-5 mensen hangen die dan gered kunnen worden. De rampenbeheersingtraining is verzorgd in heel Suriname. Het heeft bijkans een jaar in beslag genomen. Het NCCR zal hierna nog als laatst 2 bestuursresorten van het district Sipaliwini aandoen, welke tevens ons grootste district is met 7 bestuursresorten.